vooral gaan over de vraag, wat betekent dat nou dat deze coalitie er komt? En het is in dat opzicht wel tekenend dat Henk Kamp zojuist even wordt aangehaald. Want ik weet nog goed dat minister Kamp in zijn brief aan de Kamer schreef, de veiligheid van de Groninger staat voorop. Ja, daar bleek natuurlijk helemaal niks van. En nu hebben we te maken met een coalitie die al moest beginnen met elkaar afspreken dat je je aan de rechtsstaat houdt. Dat is al zeer zorgwekkend. Maar ja, ook nu ligt er dan zo'n basislijn. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Daar moet dit debat over gaan. En voorzitter, iedereen maakt grapjes over de zon die weer gaat schijnen. Maar ik wil toch ook aan de heer Wilders vragen. Hij zegt, de zon gaat weer schijnen. Maar waarom zegt hij er niet bij? Ja, behalve voor de dieren. Die hadden de belofte dat ze eindelijk een keer bevrijd worden uit die afschuwelijke bio-industrie. En in de voorfase van deze coalitieonderhandelingen zijn die al voor de bus gegooid. Omdat de BBB die wettelijke bescherming niet wil. En nu in het coalitieakkoord zien we dat de dieren helemaal worden uitgeleverd aan de boerburgerbeweging. Die, laten we eerlijk zijn, toch een partij is die min of meer de loopjongen is van de agro-industrie. Dus is de heer Wilders bereid om te zeggen dat het voor de dieren helemaal geen zonnige periode gaat worden? Die blijven gewoon in hun potdichte donkere stallen. Ik vind BBB een geweldige partij en zeker niet de woordvoerder van de agro-industrie. En we hebben inclusief BBB op pagina 11 en 12 van het akkoord hebben wij aandacht besteed aan dierwaardigheid. Dat er concrete stappen worden gezet naar een toekomstige, nog meer dierwaardige veehouderij. Dat we per diersoort gaan vastleggen waar stallen aan moeten voldoen op de lange termijn. Dat we veehouders een realistisch tijdpad geven om die stallen aan te passen. Dat we ook naar investeringen kijken wat dat voor die veehouders vraagt. En dan voor mij vind ik zelf ook een belangrijk punt dat we bezien hoe het vervoer van dieren op lange afstanden beëindigd moet worden als dat niet volgens de geldende regels kan. En dat het moet worden gehandhaafd. Dus ja, het is misschien niet, dat begrijp ik ook wel hoor, dus ik doe daar niet denigrerend over, want het is helemaal niet, komt het in de buurt met wat u zegt en wat u bedoelt. Maar het is wel waar ik blij mee ben en wat we hebben afgesproken. Ja, voorzitter, kijk, als je zo laatdunkend omgaat met de belangen van het meest kwetsbare, dat wat zich niet kan verdedigen, de dieren, natuur, klimaat, dan is dat meestal een slecht teken voor hoe de machthebbers ook naar andere kwetsbare belangen kijken. En dan is er op dit moment een gruwelijke oorlog bezig tegen het Palestijnse volk. Na de gruweldaden van Hamas, die we met z'n allen met één woord veroordelen. En we willen Hamas met z'n allen bestrijden. Maar blijft het stil over de oorlogsmisdaden die de Israëlische regering op dit moment al 7 maanden lang aan het plegen is in Gaza. En nou hoorden we afgelopen week een Partij voor de Vrijheid Kamerlid in een debat zeggen, de Palestijnen, dat zijn een nepvolk. En ik wilde aan de heer Wilders vragen, was dat een particuliere mening van een van zijn Kamerleden? Of is dat de mening van de PVV-fractie en van de leider van de PVV? Nou, ik had het zelf iets anders geformuleerd dan dit. Onze sympathie ligt in het conflict wat u noemt. En ik spreek nu nogmaals namens mijn eigen fractie. Er zijn nog geen afspraken over gemaakt in dit akkoord, dus dat kan ik ook rustig doen. Er zit wel heel duidelijk bij de haat en het geweld van Hamas-kant. Vaak ook blijkt uit onderzoeken gesteund uit Palestijnse kant. In ieder geval gefaciliteerd soms uit Palestijnse kant. En ik vind het krankzinnig dat wij, ook u hier weer, het vooral heeft over zogenaamde Israëlische, welk woord gebruikte u? De regering, de Israëlische regering heb ik gezegd. Ja, de Israëlische regering. Die oorlogsmisdaden. En ik zou willen dat wij als Nederland, vanuit welk land dan ook, zo worden aangevallen, waar onze mensen zo worden afgeslacht, wat daar is gebeurd, op een beestachtige, haatvolle, gewelddadige manier zou ik willen dat ook wij voor onze mensen op zouden komen en die terreur, want dat is het, is een grote terreurgroep, ook door zouden gaan tot ze niet meer bestaan. Dat is wat moet gebeuren. Er is ook geen compromis. Je kan geen compromis maken met het kwaad. Je kan geen compromis maken met islamitische terreur, met welke terreur dan ook. Geen compromis. Zorgen dat het niet meer bestaat. Dus dat is wat wij vinden en dat is waar wij voor staan. Misschien dat ik die woorden niet letterlijk gebruik, maar dit is wel wat ik vind.
Ja, voorzitter, maar dit is precies waarom deze coalitie radicaal rechts en extreem rechts wordt genoemd. Ik bedoel, de mensen die met hun bingo-kaart thuis zitten kunnen gewoon dit weer afvinken. Want de vraag is helemaal niet of we hier in de Kamer het geweld van Hamas afwijzen. En of we vinden dat Hamas bestreden moet worden. Dat zijn we allemaal eens. Maar er komt een kritische vraag over de Israëlische regering en wat zij daar doen. En het internationaal strafhof dat onderbouwt, zegt, we hebben hele grote zorgen over die oorlogsmisdaden daar. En dan verwijs ik naar die zogenaamde basislijn over het respecteren van de rechtsstaat en het internationaal recht. En dan vraag ik de heer Wilders op de man af, wat betekent dat nou? Als een van zijn Kamerleden hier het bestaansrecht van het Palestijnse volk ontkent. En wat betekent dat nou? In het internationaal recht, dat je de Israëlische regering niet corrigeert en niet aanspreekt op het stoppen van die oorlogsmisdaden. Dan betekent dat toch helemaal niks? Voorzitter, wij staan achter Israël. Wij vinden het goed dat men aangevallen door... Zij hebben het initiatief niet genomen. Het initiatief komt van de terroristen van Hamas die daar ongelooflijk veel onschuldige mensen hebben vermoord. Meisjes, jongens, gezinnen, opa's, oma's, baby's, verkracht en hebben vermoord. En dat je dan, als je dat je eigen volk gebeurt, als dat plaatsvindt, dan ben je gerechtigd om degene die je dat aandoet, die terroristen, om die maximaal aan te pakken. En dan ga ik niet halverwege praten over oorlogsmisdaden of wat dan ook. Dan sta ik daar, en misschien ben ik de enige in het parlement met mijn fractie, en dat zeg ik ook niet namens de coalitie, maar namens de PVV alleen. Dan sta ik daar 100% achter. Wat u er ook van vindt, iedere zin die je uitspreekt, ben ik meer van overtuigd dat dat de goede lijn is.